Hey, wie zie ik daar? Hey! Hey, shit, wie... Hey! Shit, wie is dat? Ja, oh, en nou ben je van mij. Oh, hey! Oh, wie is dat? Ben jij dit, Dennis? Ik ben het. Maat, je laat me schrikken, man, brad. Ja, bro, ik had je... Hey, bro, waar is die, bro? Weet je hoe lang ik al in deze koude water aan het zwemmen ben, bro? Bro, kom, we gaan naar het strand. Naar het strand? Weet je hoe fucking koud het is, bro? Koud, bro. Ik voel mijn eigen ballen niet meer, man, gek. Ja, bro. Oh, man. Allemaal gezeik door jou, man. Wat? Ja, man. Altijd gezeik door jou. Bro, jij wou schieten in de lucht met die SMG. Dit heeft er niks mee te maken, bro. Zo gaan. Denk je dat het heeft te maken met schieten in de lucht? Bro, jij hebt letterlijk in de lucht op mensen geschoten. En dan ga je op mij blikken. Ja, jij hebt ook, bro. Jij hebt... Luister. Ik ga je uitleggen, ja? Ja. Wij zijn gewoon bij Blokkenpark, toen jij die 10 kogels in zijn kont schoten. Bro, kijk me aan als je liegt. Kijk me aan als je liegt. Bro, luister. Oh, moet je niet omheen zwemmen. Esther. Ja. Esther, ik heb die man geschoten. Ja. Ja? Maar jij ook, toch? Oké, maar wie schoot hem als eerst? Schuldig. Ik. Oké, dus wie schoot is het? Luister. Ik schoot, maar jij schoot. Ze hebben gezien bij mij een wapen en ze hebben bij jou gezien een SMG, toch? Dus dat is reden genoeg om achter ons aan te komen. Ik die pistool heb en jij die SMG heeft. Dus het is ook een tikkeltje jouw fout. Maar ook mijn fout, snap je? Het is jouw fout. Daarom, nee, als jij die SMG nooit uitgetrokken had, dan dus dacht ik, weet je wat, bro. Pistool. Bro, je vecht in het water. Heb jij weer klappen op je achterhoofd gehad? Ben je ooit gestorven als een vis? Ben je ooit gestorven? Hier, Mattie. Oh, nee. Oké dan. Bro, ik heb hier geen tijd voor. Duizelig. Dat bedoel je. Je bent duizelig. Wat de fuck is... Heb je hem gezien? Wie? Ivan. Nee, man. Ik weet niet waar hij is. Oh. Wat een mooie dag vandaag, hè? Bro, ik wil even wat zeggen, man. Wat? Wat dan? Hè? Hier. Wat? Ja. Hier, Ramati. Hier, Ramati. Huh? Wat zei je? Hier, Ramati. Liggen. Duizelig. Teringhond, jongen. Ik kan niet meer lopen door jou, maat. Schiet een beetje op, man, ouwe man. Ouwe man, bro. Je hebt een man geschopt, man, gek. Ja, bro. Moet je mij maar niet slaan. Oké, bel Ivan. Ah, oh, maat. Ik ben er helemaal moe van. Ik kwam naar deze stad toe voor rust, maat. Ik kwam voor rust. Yo, waar ben je? Voor rust kwam ik! Voor rust! Niet schreeuwen, hoor, jongen. Niet schreeuwen, hoor. Waar ben je, Rico? Oh. Waar ben je, Ivan? Noem je hem nou Rico? Waarom ben je in mijn auto en wat doe je op de pier? Kom naar de parkeerplaats. Oké. Oh, dit? Ga zit gewoon in mijn auto te chillen. Hij zegt, ja man, ik ben op de pier in je auto. Maar wacht even, mag ik iets vragen? Hoezo noemde je hem Rico? Je gaat niet, ballen, toch? Je gaat niet zeggen dat hij zich heeft... Dat hij zich genoemd heeft naar Rico. Iedereen die hierheen is gekomen, vanuit die andere fucking klote stad, ja, heeft een onderduiknaam nodig. Waarom denk je anders dat Mopi gaat Mohammed Ali heet? Oh, mooi. Oh, Mohammed. Hoe durf je jezelf naar Mohammed Ali te vernoemen? Oh, man. Yo. Hey, Ivan. Oftewel Rico Verhoeven. Oh, wat een naam, zeg, jongen. Oh, man. Dit te krijgen? Ja, maat. Even een schuilnaam nodig. De een keer noemt zichzelf Bad Hari en de ander Rico Verhoeven. Is er ook nog een Ben Sadiq of... Nee, we hebben wel Mohammed Ali. Oh, maar dat kan al helemaal niet, man, bro. Bro, is de legend, man. Is er ook een Mike Tyson? Nee. Oh, man, jullie. Die was niet aan. Mike Tyson niet aan? Bro, laat me uitstappen, man. Wat ga je doen? Mike Tyson aan doen? Ga je weer op duizelig lopen, bro? Wat is er? Niet duizelig. Zeg net dat was de Mike Tyson move. Oh, dit? Oh. Die, hey, boy, bro. Je gaat weer KO. Kom, kijk maar aan. Ik ben klaar met kritiek. Ik ben klaar met jou. Ik ben klaar met alles, man. Oké, is goed. Oh. Oké. Hier, hè, Mattie. Hey, bro, boys, laten we gewoon eerst. Laten we gaan, man. We hebben al genoeg problemen. Lekker, man. Wat de Harry en Rico Verhoeven. Tering, man. Ik had nooit verwacht dat ik bij jullie... laat maar zitten. Ik snap niks meer van mijn leven, ja. Niet? Is er ook nog een Sam Schild hier, of... Nee. Ik moet wel even eten kopen. Doe dat. Maar wat is jouw naam eigenlijk dan? Wat is jouw schuilnaam? Je moet er ook in. Ik heb geen schuilnaam, bro. Ik ben Peter Piet en ik ben bang voor niemand, maat. Ik ga me niet verschuilen, man. Weet je eigenlijk wel wie ik ben, Ivan? Weet je wel wie ik ben? Peter, ja? Ik ben Peter Piet, bro. Peter Piet. Hey, Peter Piet verschuilen ze van... Hij lijkt een beetje op Conor McGregor, man. Vind je dat ook niet? Nee, bro. Hij lijkt op Conor McGregor. Hey, goeiedag. Je komt niet naar binnen. Waar? Hey, ik moet even pinnen, man. Kom op. Moet je pinnen? Kom maar naar binnen. Kom. We gaan gewoon gaan, kom. Ja, echt? Ja? Ja, kom maar. Maar deze winkel is van ons. Wat dacht je dan? Wat? Hey, kom op, man. Ik moet alleen even pinnen. Wie ben jij, Pop Sisha?
Wat zeg je? Niks. Als je een goede reden hebt, mag je er pinnen om te pinnen. Ik wil speciaal pinnen om jouw cash te geven, man. Je liegt. Oké, je hebt nog twee kansen. Oké, misschien lieg ik, maar... Oké, wat is je tweede lulsmoes? Ja, ik moet pinnen om... Om je vlechten te doen? Of... Ja, die jij niet hebt, hè. Oké, ik kom maar naar buiten. Je moet het lief houden, oké? Hallo, hoeveel kost een water in Meloen? Rustig. Hallo, hoeveel kost een water in Meloen? Hij fietst die winkel in. Laten we gaan, jongens. Gehouden. Ik hou van jullie. Meneer, hij heeft een wapen op zich, kijk uit. Een bom. Nee, dat is waar. Die grijze G-Wagon heeft wapen, meneer. Hou je bek, jongen. Hij zegt hou je bek, omdat hij weet dat ik gelijk heb. Kijk uit, meneer. Ja, klopt, maar... Hele gaaf, de SMG. SMG van de DSC. Nee, ik heb een shotgun. Zie je, hij zegt shotgun, meneer. Ik ben serieus. Rijven door. Laten we even kijken, man. Dat is inderdaad handig. Yo! Yo, sorry, man. Wat zijn we aan het doen? Wat zei je? Wat zijn we aan het doen, joh, gek? Hé, wat zeg je gek? Maar we komen hier om sorry te zeggen. Hey, wie ben jij, Jan Pannenkoek? Dus gewoon een tijd, hè. Waar is je het gemaakt, man? Wat? Probeer echt te remmen en uit te wijken. Ja, bom, maar we komen terug om excuses aan te bieden en dan zeggen we, wat kom je doen, gek? Toch niet normaal. Weet je wat ook grappig is? Weet je wat ook grappig is? Lach je nog steeds? Lach je nog steeds? Ja, ik lach altijd. Stap uit. Geef hem die kogel. Stap uit die auto, jongen. Oh, kom, we gaan. Waarom? Rijden, jongens. Jongens, ik deed wel een beetje stoer, maar ik heb geen kogels. Maar hij lachte niet meer. Merkte je dat? Ja, hij was even stil. En daarna deed hij weer bij de hand, maar... Dus ik heb echt kogels nodig. Ik ben klip kwijtgeraakt in water, man, denk ik. Oké, ik ga even naar Carbus als je niet ervoor. Tering, man. Ik ga gelijk naar de auto geraakt. Oh ja! Luister dan, P. Ja. Weet je wel die winkel die we laatst hadden gedaan? Ja. Ik heb je eigenlijk nooit die buit gegeven. Nee, dat klopt. Hé, hey, waar is mijn geld? Ik ga je nu dat geld geven, man. Wat de? Gaan we niet dus geven? Nee, ik ga je wel geven. Wat moet je niet geven? Oh, oké, lekker, man. De buit was 500k, man. Oh yeah, soes. Dus split er gewoon door tweeën. 250. Oh, dat waardeer ik, man. Ik ga hem even zetten in een parkeergarage. Ik hoop dat je hem niet berooft. Ik ga het geld sturen naar je bank natuurlijk. Ik ga het niet... Je hebt het heel net op je bank, hè? Oh, dan vergeet het, zeg maar. Nee, jongen. Ik moest het witwassen, toch? Dus dat duurde even, zeg maar. Want witwassen gaat ook procenten vanaf en zo, bro. Dus... stap uit. Wat is je... 225. Oké. Ik heb geen telefoon. Kan niet overmaken. Ik moet even naar de bank toe. Maar dan moeten we wel even naar de bank toe, man. Mijn telefoon doet het niet. Oh, even. Meneer. Nee, ga gaan. Meneer. Ja. Nee, kom op, man. Waarom ben je nou nooit veranderd, man? Moet ik deze man nu echt aflossen omdat hij achter ons aan zit? Aflossen, ja toch? Hij denkt weer Nederlands te kunnen praten, weet je. Hij heeft ook eens een keer de vandalen opengetrokken. Hij staat dat ik het gewoon verkeerd te zeggen, joh. Hé! Hey. Oh! 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 Hé, luister dan. Ik wou het overschrijven, toch? Ja. Maar ik denk dat de belasting daar niet blij mee gaat zijn. Right. Dus ik ga het je gewoon contant geven. Ja, goed. En dan moet ik het weer op mijn bank zetten. Daar gaat de belasting blij mee zijn. Oh. Kom op, man. Zie je iemand? Nee, man. Oké, ik ga hem hier zetten in deze hoekje, oké? Weet je wat, net? Klootzak. Ah, ik laat hem toch hier. Oké, stap uit. Geef me die geld. Hij is wel echt hongerig. De eerste junta. Dat is een bak met geld. Bak met geld, mijn jongen. Kom, laat het terug. Hoeveel heb je? 250.000, man. Komt de money. Ik ga even een broodje eten, jongens. Ik ook dan, hoor. Nou, als iedereen gaat eten. Oké, jongens, luister dan. Hoeveel kogels heb je in je wapen, P? Oh, dat weet je. 0. Ja, ik heb er ook 0. Hey, Ivan, hoeveel heb jij in je wapen? Momenteel heb ik 0 kogels. Zo, we zijn gevaarlijke jongens, hoor. 3 wapens, allemaal 0 kogels. Tering, man. Ja. Hey, ik kan mijn wapendealer bellen misschien. Wat zeggen jullie, man? Oké. Is een beetje duur. Met die lening heb ik er niks van gemerkt, maar ik heb, ik heb jou net 250k gegeven, ik heb 250k. Oh, je hebt mijn 250k gegeven, niet? Dat doet niet alsof je mijn 250.000 hebt gegeven. Nee, maar ik heb het jou net gegeven, jij hebt 250k, ik heb 250k.
ik denk dat we er niet heel ver mee komen. Ja, ik weet niet. Dus? Dus? Ja, ik kan hem bellen. Ik weet niet of je het wilt. Laten we dat doen. Cool. Yo, Vakka. Alles goed, bro? Hey bro, ga theekransje houden, man. Gelijk tot de business komen, man. Ik heb clips nodig, man. Wapenclips. Pistolclips. Zeg, we hebben clips nodig, 15, net rappers. 15. We hebben clips nodig, net rappers, maar we betalen niet, net rappers. Oké, is goed. Oké, sorry. Ja, is goed. Oké, geen politie. Oké. Wat? Wie is deze snuit? Bro, deze man zegt, ik zie je zo, 5 minuutjes, niet meer, niet minder, geen politie. Ik zeg, ja toch, geen politie. Boys, hij gaat me zo meteen locatie sturen, waar is ze dan? Ja. Hij zegt mij 20.000 per clip, bro. Wat? Maar ik heb gezegd 20? Dat ik, bro, ik heb gezegd dat ik 15 clips wil. Dus dat is hoeveel, Ivan? Reken eens voor me. Ja, Ivan, reken eens. Oh, dit is een kleine bitch. Reken. Nee, luister, niet zo. 10 keer 15, 150. 5 keer 15, 75. Dat maakt 225. Oh, dit. Kijk, ik ga niet heel veel voor je liegen, boys, maar dat is best wel veel geld. Klopt. En aangezien ik niet al mijn geld in één keer kwijt wil, stel ik voor dat we deze man gewoon rippen. Maar hoezo bestel je ook 15 clips gelijk? Omdat we geen kogels hebben, Peter. Ja, 15 is echt veel. Ja, maar we hebben geen kogels nogmaals. Wil je oorlog aangaan of zo? Nee, we hebben geen kogels, Peter. We hebben er allebei nul. We hebben er niks aan. Ik moet ook voor jou bestellen, toch? Wacht. Stop die auto. De auto staat stil. De auto staat uit, stop in. Maat, luister. Nee. Praat bij raampje. Luister. Hij staat open. Dus jouw idee is om een wapendealer te beroven, die waarschijnlijk bewapend is, anders ben je geen wapendealer. En die wapendealer moeten wij beroven, terwijl we 0 kogels in de clip hebben. Ja. Maar dit is geen slim idee. Ik wil wel even duidelijk erbij zeggen, als jullie hiermee akkoord gaan, is dit ook jullie schuld, mocht het fout gaan. Want ik weet hoe je bent, je wil mij altijd de schuld geven als shit fout gaat. Terwijl shit ook fout gaat door jullie. Dus, wat als wij wapen trekken en hun trekken ook wapen? Wij kunnen niet schieten, bro. We moeten fictieve geluidjes gaan maken dan. Intimidatie, broeder. Intimidatie staat op nummer 1. En we moeten gewoon eerder zijn. En, bro, die man, ik heb... Waar ga je heen? Oké, maar bro, we hebben een... Wacht. Kom, rijd die auto. Luister, we hebben een call nodig wanneer we wapens trekken. Wat zeggen wij? Code 2. Nee, bro, dat is te obvious, man. Oké, bro. Ik kan een krij nadoen, goed? Doe zelfs. Oké. Als je het duidelijk doet, op het moment, dan kunnen we het doen. Hij heeft mij ook uitgestuurd. Fuck. Oké, boys, ik weet niet of dit nog steeds een slim plan is. Hij zei binnen 5 minuten komen, dus ik ga er gewoon heen rijden en we zien. Oké? Oh, 18 minuten. Maar jullie zijn allemaal akkoord, toch? Ja, regel. Moet ik handtekening zetten op papier of zo? Ja, bro. Want ik weet hoe jullie zijn. Jullie gaan mij de schuld geven. Man wil akkoord voor rippen. Akkoord, het wordt steeds gekker, maat hier. We moeten NDA schrijven. Tering, man. Weet je wat is dat, NS? Nee. Non-disclosure agreement, oké dan. Oh, damn. Man heeft NFT gemint. Hij heeft het contract getekend. Oké, maar boys, even geen tijd voor geintjes, man. Oh, maat. Zijn jullie ready voor of niet? Waar heeft hij de laatste gaasgroep ingesteld, man? Bro, ergens in de fucking berg of zo. En zijn hem te vertrouwen, dus gaan ze omstrippen. Nee, ik heb vaker bij hem dingen gehad, dus hij kent mij, zeg maar. Maar hij zat altijd op zijn hoede. Zal ik hem licht uitzetten? Wacht even, 2 seconden, bro. Serieus, die man zien dat we een M5 rijden en daar ga je boven de berg staan? Ja, maar dit is gewoon voor harde weg, jongen, Ivan. Gewoon rustig rijden, dan is er niks aan de hand. Hé, Ivan, waarom ben je zo bang, man, broer? Even serieus, man, kopje erbij. Ik ben niet bang. Oh, luister, Peter, ik ben niet bang, maar ik heb zo'n slecht onderbuikgevoelens hier. Ja. Ook, man. Maar waarom worden we hier naartoe gebracht? Waarom worden we hier naartoe gebracht? Ik vertrouw dit voor geen meter, man. Diep in de bergen, ouwe. Bro, waar brengt hij ons naartoe, man? Dit is volgens mij hier zo, bij deze soort van stad of zo. What the fuck is dit? Wat is dit? Een dorpje. Mijn hele koppeling gaat kapot. Kom, luister. We weten wel dat als we hun gaan rippen, dat we misschien wel in meer problemen zitten. Ik weet niet hoe gevaarlijk ze zijn, maar als je wapenhandelaar bent, ben je geen lieve jongen. Ha, yo, fuck it. Weet je het zeker of gaan we het gewoon kopen? Kijk, waar is dat? Of niet? Is dat? Ja, daar zit het. Hij boys, let op, hè? Oh, damn. Ik kan hard. Oké, kom terug in de auto. Pas, ja, nu? Pas op mijn call, goed? Wat, die kan hoeft nu uitstappen. Nee, we gaan uitstappen, kom. Hey. Wacht even, duur, heren. Ja, sorry. Weet toch. Ik zei 5 minuten. Ja, bro, 5 minuten, 7 minuten. Ik bedoel, zoveel verschil is het niet. Het zit 24 uur in de dag. Weet je hoeveel risico ik hiermee loop? Ah, joh, man. Ik wil een beetje autoprobleem, man. Auto's, kijk waar je ons brengt. Wil je brengt ons in de fucking bergen, man? Ja, vriend. Ik wil toch niet dat politie me volgt?
Of jullie ja, volgen. Bro, welke politieman is niks aan de hand, man? Ja, bro, we komen een bestelling afnemen van weet ik hoeveel euro, dan... Ze wachten het al een beetje waard. Zijn goedkope grapjes, wat we daar maar ophouden. Ja, nee, dat snap ik, maar we kopen het, bro, 5 minuten te laat, bro. Wat, word je ook ontslagen op je werk als je 7 minuten te laat komt? Nee, toch? Nee, daarom ben ik eigen baas. Oké. In ieder geval, heb je die clips? Ik heb die clips. Heb je het geld? Ja, ik heb het geld. Ja, dus ik vind wel dat we een beetje dicht bij elkaar staan, jongens. Even een beetje afstand. Ja, een beetje afstand, man. Ik voel de adem in mijn mond. Ja. Je hebt een helm op, bro. Hoe kan dat? Oh. En een bandana. Wat heb je nou allemaal te zeggen, joh? Is dat je nieuwe partner? Oké, boys. Hebben jullie nog een beetje tijd of zijn jullie echt boos over die 5 minuten? Want anders wou ik even een klein verhaaltje vertellen, toch? Als je het maar snel maakt. Oké, luister dan. Dus kennen jullie het verhaal van de kraai, zeg maar? De kraai. Oké, dus er was ooit een... lang geleden, man. Ik praat over 1840 of zo, toch? En er bleken dus... hoe ging het verhaal ook alweer? Ah. Oh! Kijk, je had zo'n verhaal, hè? Kijk, je had zeg maar een man die woonde op een berg, toch? En die man woonde daar heel zijn leven al alleen. Je weet toch, vrouw verloren op jonge leeftijd. En hij was heel eenzaam. Maar op een dag hoorde hij iets uit zijn raam. Dus hij denkt, wat is dat nou? Maar hij komt er niet echt identificeren, je weet toch? En de ramen waren ook gesloten en zo. Dus hij denkt, het geluid was ineens weg. Hij denkt, wat is dit, joh? Dus dag daarna, hij hoort het weer, maar weer te laat met zijn raam, toch? Dus nu denkt hij van, weet je wat, ik ga gewoon wachten tot die kraai komt. Of hij wist toen nog niet of het een kraai was, maar het ding wat hij hoorde. Dus wat deed hij? Hij deed de raam open. En wachten. Er gingen dagen, maanden, jaren voorbij. En net toen hij de raam wou sluiten, hoorde hij... Handen omhoog! Handen omhoog! Wat dachten jullie nou, joh? Is dit nou heel slim om te doen, jongen? Heel slim, bro. Volgens mij heb je niet heel veel te zeggen nu. Dit zullen jullie niet doen. We doen het toch? Omdraaien. Schooiers. Je wou me op... Omdraaien. We hebben geen tijd, man. We hebben geen tijd. We moeten... Wie van jullie heeft de clips? Wie van jullie heeft de clips? Anders. Pak die tas af. Wat zei je? Is dit wel heel slim dat je dit doet? Naam niet, G. Dit is niet slim. Nou, het is ook niet slim om die naam in de bak. Laat me niet spreken, bro. Oké. Hou ze onder schot. Ik heb ze onder schot. Check in die achterbak. Doe hem open. Ik ga nu kijken. Oh, dit is toch niet. Oh, de. Hey, luister dan, boys. Wij gaan wegrijden als één van jullie in die wacky stapt. En ons achterna gaat jullie krijgen allebei palas. Palas. Ik ga rustig achteruit lopen, samen met mijn goonies. En jullie gaan niks doen. Jullie blijven gewoon tegen de kolen. Als hier ook maar één keer wordt geschoten. Hou je bek. Er staan er 10 auto's. Je hebt niks te zeggen. Ik zie je band nog lekker. Dat zie je vanzelf wel. Schiet die band. Oh, nee, we hebben ik bedoel, we gaan nu achteruit lopen, oké? Ik zou maar snel zijn. Geef een clip aan Peter. Hé. Hou ze onder schot. Ik heb ze. Kleine vraag. Wat hoor ik? Kom. Hou onder schot. Ik heb ze. Ja. Ik denk dat ze mij hebben gehoord toen ik zei dat we geen kogels hadden. Dus ik ga je snel clips geven. En dan moet je herhalen. Gaan we ze doodschieten of niet? Wat zeg je? Nee, ja, ik weet niet of doodschieten. We gaan wel geluid maken dan. Oké, luister dan. Nu hebben we wel kogels. Wat gaan we doen? Gaan we ze schieten of gaan we die band lekker schieten? We moeten sowieso die band lekker schieten. Wacht, laat me eens even iets vragen. Oké, heren, ik heb een vraag. Hebben jullie er problemen mee dat we jullie net hebben geript? Nou, om eerlijk te zijn, het doet wel pijn aan mijn hart. Oké, bro, mijn hart is koud, dus... ik bedoel, ik heb weer een andere vraag en let gewoon heel even goed op het antwoord, ja? Komen wij in verdere problemen door deze actie? Ik zal dit zeker niet vergeten. Wat bedoel je met niet vergeten, maat? Wat bedoel je met niet vergeten? Ik ben duidelijk. Hennis, hij zegt niet vergeten. Wat bedoelt hij ermee? Wat bedoel je daarmee? Oh, ik zie je knieschijf. Hennis, ik zie je knieschijf. Wat doe jij? Ik pak de linker, jij pak de rechter? Nee, laten we hem eentje geven. Oké. Aan jou de eer. Oh, ik gek doen. Liggen. Ik niet, hè. Maat. Het ligt eraan. Ga jij het vergeten ik heb dezelfde vraag. Ga je het vergeten? Of Nee. Bro, ik ben echt zak, man. Ze weten niet. Het gaat fout. We moeten weg. Wacht. Rijden. Jongens, pak die auto. Start hem maar vast. Go. Wat de EP, je bent kolosser, Yusuf. Oh, tuurlijk. Oké. Jongens, we moeten rijden. We moeten weg. Oh, maar die kutberg. Oké, boys, hou je vast. Ik heb dorst gekregen. Nee, niet crashen. Dus. Waarom heb je dorst gekregen? Wat is dat voor vraag, bro? Oh, what the fuck, waarom ik dorst heb gekregen, maat? Wat denk jij, maat? Ik heb net 2 mensen door hun benen heen geschoten. Ah, joh, jij bent Peter Piet. Jij kan dat toch? Jij bent toch gangster? Dat ben ik wel, maar ook gangsters hebben spanning. Ah.
Je geeft het toe. Kleine jongen, Chiman. Kleine jongen. Zenuwachtig en zo. Ja. Is het je eerste keer toch? Binnen trillen en zo. Oh, pas nou op, pas nou op. Hé, hey, maar politie heeft ons niet gehoord, denk ik toch zo hoog? Wow, we zitten midden in de bergen, bro. Kom op. Kom maar. Waar? Waar? Ben je serieus? Ja, nee, waar? Ik doe maar misschien. Oh, bro, laat me niet schrikken, maat. Die gangster heeft spanning, je weet het. Ja, man. Oh, jullie hebben geen spanning, jullie zijn ijskoud natuurlijk. Ah, joh, bro, niks aan de hand, man. Kijk hier, we zijn on the road. Maar eerlijk, mijn krijgenverhaal was mooi, hè? Ja, ik heb wel genoten, man. Bro, politie! Aina! What the f... Wacht. Goedendag. Goedemiddag, agent. Goedemiddag. Zou je hem zo meteen heel even links op de parkeerplaats willen zetten? Nee, deze agent komt bekend voor. Oh, deze stem komt bekend voor. Links op de parkeerplaats? Ja. Welke? Hier bij... Ik ben 5% blind, meneer. Veel duidelijk zijn. Blind. Het is hier. What the fuck? Zag je dat, meneer? Meneer, kijk achter u. Hou die motor aan, meneer. Die moet die motor aanhouden, meneer. Ik twijfel. Nee, wat doen we? Gaan we... Ga erop. Ga gewoon rijden. Rijden. Blaas weg. En dan naar rechts. Wat? Rij. Oh. Kijk wat je doet, Peter. Ik heb niks gedaan. Wat ik doe? Ja, jij doet het weer. Jij wil weer schieten. Oh, ik krijg weer de schuld. Nee, oké, boys, we hebben elkaar beloofd dat we niet... Man, we hebben contract getekend, boys, kom op, man. Ja. NDF, zoals Ivan zei. Nee, NFT. Het is een NDF. Kijk, ik gooi al die palen om, zodat ze... Zie haar rechts verward. Oh, dit... Ja, ik weet niet, man. Hé, maar we hebben wel kogels, we kunnen ze gewoon blazen. Maar bro, we hebben 2 agenten, hoor. Oh. Ik kan shuffen, man. Rijden. We gaan terug naar de stad. Bro. Niks aan de hand, bro. Niks aan de hand, zijn 2 agenten, man. Dat kan je wel aanbeten. Jij bent Getback Gang. Wat? Getback Gang. Ja, je gooit zeg maar Getback Gang op mensen, bro. Oh. We moeten eentje afschudden. Dan kunnen we die andere... Hey, fuck it. We moeten blazen. Hey, blijf staan. De handen omhoog. Hij wil geen hand omhoog! Boys! Doe de deur open! Paniek! Bro! Stap in! Bro, waar die deur dicht zijn! Zijn agenten dood? Wil ik niet, kom! Weg, blazen! Oh, bro! Oh my! Bro! Oei, niet langs politiebureau. Oh, joh, boys, we zijn weggekomen, hoor, hè? Geen politie meer, niks. Maar boys, waar zal ik die waggie zetten? Ergens in de garage hier? Bro, man. Hey bro, waarom schoot jij gelijk op die agenten, man? Ah, bro, reactievermogen, schrikken en zo, bro. Bro, ik ben net nieuw in de stad, man. Ik zit alleen maar in problemen. Bro, waar zijn die fucking garages hier, man? Bro, park hem even hier. Ik ga hem hier zetten. Eentje door. Kijk hier. Ah, boys, ik zet hem hier neer. Blijf even aan de looien. Ah ja, kom.